Hallo mensen van Biontown, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe Rick's avonturen. Vanavond begint het WK en speelt Nederland tegen Spanje. En wij gaan eens even kijken wat weet de gemiddelde Nederlander van Spanje. Het gaat over voetbal. Oh. Is dat je specialiteit toevallig? Nee, dat is niet. Ben je van de hockey zeker? Ook niet, nee. Ik kom met mijn zoon hier en we zag hier het plein, hockey, allemaal tentjes. Kom even kijken. Ben je meer een hockeyman? Geweest. Welk van deze twee is het Spaanse voetbalelftal? We hebben een kenner hier. Ja, dat zijn allemaal hele bekende voetballers. Even kijken hoor. Ik kan alleen de naam even zo maar niet op. Dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie, dat is wel belangrijk. Ja. Dat is een hele goeie keeper. Maar ik zou even zo niet de naam hebben. Gewoon heel goed, Spanje. Ja. Ja, ik weet niet. Op zich, die bovenste zien er wel uit als Spanjaarden. Maar volgens mij is Spaanse elftal iets internationaler. Of tenminste iets... Wel Spaans hoor. Ja, het is wel gewoon Spaans natuurlijk, maar... Ja, ik denk dat het shirts... aan de shirts te zien. Lijken wel veel op elkaar, toch? Ja, lijken heel veel op elkaar. Ja, nee, maar ik moest kijken of er een grap tussen zat. Of dat zeg maar de helft niet van Spanje was, maar dat is volgens mij... Nee, het is gewoon Spanje hoor. Ja, het is allemaal Spanje. Nou, ik zie een aantal spelers. Die zijn Spaans... Vooral de keeper. De bovenste die kloppen niet helemaal. Die zijn niet helemaal 100. Nee. Dat is het Chileense elftal. Zie je, dat dacht ik al. Die kloppen niet helemaal, die gaan we inmaken. Ik zie anatomische verschillen, dat gaat niet goed. Die onderste doet me meer denken aan een clubtenue. Je bent echt serieus de eerste persoon die deze vraag fout heeft. Nou ja, dat zal dan zo zijn, ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Goedendag meneer. Weet u veel over voetbal? Welke van deze twee voetballen voor Spanje? Ik denk deze. Omdat? Ja, vanwege zijn donkere ogen denk ik. Donkere ogen, ja. Rex. Omdat? Nou, hij is heel bekend in voetballer van de Spaanse... Wie is het dan? Ja, naam kom ik niet mee in mijn hoofd, nee. Torres. Hij weet wel. Torres, ja. Torres, ja, klopt, ja. Ik gok die, want die ziet er heel Spaans uit. Ziet er Spaans uit? Ja. Vind je gewoon lelijk? Nee joh, tuurlijk niet. Tiegt jij hem lelijk? Nee, hè, is wel knap. Ja, dat is wel knap, jongen. Je zou hem wel doen. Wellicht. Die link ook, hoor. Ja, oké, dan is... Nou ja, dit is Nick Carter. Kijk, normaal gesproken zeggen mensen gewoon... Ja, mensen zeggen dan, dit is de lelijke, dus die voetbal van Spanje en die ander weten ze dan niet. Maar ja, nee, die ziet dan meteen Nick Carter, ja. Messi Boys. Ja, nee. Graag. Moet u niks zeggen voor de camera? Ik vind het best wel mysterieus, moet ik zeggen. Een mysterieuze man. Nou, geniet van de sinaas dan maar. Maar wij zijn hier voor het WK voetbal. Ja, ben je te vroeg, dat is nog niet begonnen. En wil je vechten dan? Wat? Wil je vechten dan? Sport is toch niet vechten, wat is dit nou voetbal weer? Voetbal wel hoor. Ik weet niet of je wel eens voetbal hebt gekeken, dat is zeker wel vechten. Nou ja, maar dat zou het niet moeten zijn. Sport hoort te verbroederen, toch? Nee. Oh, prima. Dan zijn we uitgepraat. Anders ga ik... Dankjewel.